Miljoenen moslims vieren vanaf vandaag 3 dagen lang hun belangrijkste feest, het offerfeest. Ook in Den Haag. Bij bakkerij Marrakesh is het nu topdrukte. Wat wij vandaag draaien, dat moet je zo zien dat je dat in 6 maanden draait, zeg maar. Zo druk wordt het. Wij beginnen al 4 uur in de ochtend, tot met 10 uur in de avond zijn we al bezig alleen maar om alles klaar te maken. Tijdens het offerfeest wordt er niet alleen zoetigheid gegeten, maar wordt er ook een schaap geslacht. Maar dat schaap is niet alleen maar voor onszelf, dat is echt voor de armen ook. Hè? Voor onze buren, arme mensen die om je kent, voor vluchtelingen, iedereen die het niet heeft. Wij delen ook dat vlees met hun. Je pakt er nu een emmer bij, wat is dat precies? Mirwa, dit is een soort jam eigenlijk. Ik krijg glitters voor de gebak. Ja. En het populairste koekje is... amandelspijskoekjes. Dus die gaan het allerhardst. En wat zit daar precies in? Daar zit amandelspijs in. Wat zit er nog meer in? Wat, bij de brewort? Dit is het, ja. Amandelspijs en water, bloemenwater en smaak voor amandel. Hoe ik het vier? Ik vier het elk jaar hier in de bakkerij. Dus dat is mijn feestdag. Als ik jullie nou een goed offerfeest wil toewensen, wat moet ik dan zeggen? Eid Mubarak. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Dat moet je zeggen tegen ons.